Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik wou het vandaag even hebben over vorige levens. Ik heb daar, zoals de meeste mensen ook hebben, geen herinneringen meer aan. Maar ik ben wel, ik voel wel een heel erg sterke band met de landen zoals Ierland, Schotland. En volgens mij ben ik in vorige levens ook heel erg veel bezig geweest met de druïden. En ik heb ook wel een heel sterke Keltische invloed in mij. Een heel sterke band dat ik met de natuur voel, met de dieren in het algemeen. Hoewel dat ik in dit leven het nooit echt heb aangeleerd, heb ik het wel heel erg sterk in mij zitten. Dus het is sowieso wel afkomstig van uit één of meerdere vorige levens. Ja, ik voel dat echt aan alles. Dat ik echt een heel sterke Keltische invloed in mij heb. Ook op spiritueel vlak voel ik me heel erg naar de veranderde planten en de bomen heel erg aangetrokken. Ik heb heel veel planten in huis. Daar heb ik al heel veel video's over gemaakt. Die hebben jullie ook allemaal al gezien ondertussen in mijn video's. Planten en bomen, dat is volledig mijn ding. Ik geloof ook heel erg sterk in de natuurwezens, zoals elfen, kabouters, dwergen. Al andere soorten natuurwezens, eenhoorns, draken. Ik voel met ze allemaal een heel sterke connectie. Mijn lievelingsfilms zijn daarom ook wel Lord of the Rings, omdat het zo voor mij zo vertrouwd aanvoelt. Zo die elfen, de hobbits, de dwergen. Ja, dat voelt als thuiskomen aan. Dat voelt heel erg vertrouwd voor mij aan. Als ik zo naar een film van Lord of the Rings of The Hobbit of zo kijk, echt gewoon zalige films. Ja, ik heb die al zo vaak gezien en ik word ze maar niet beu. Ik kan ze maar blijven zien. En ook de boeken die ik lees. Ik heb heel graag dat ik boeken lees waar heel veel fantasie in voorkomt. Dus ook wel met het onderwerp, maar ook wel de natuurwezens zoals elfen een hoofdrol in spelen. Ik heb zo'n aantal boeken laten zien aan jullie. Maar ook een heel sterke connectie die je hebt, dat zijn de draken. Ik heb hier nog een paar van die beeldjes staan, die ik hier al een tijdje in huis heb. Dit is er bijvoorbeeld eentje van. Dat is zo'n mooie. Ik heb ook altijd te horen gekregen dat ik zelf een persoonlijke hoofddraak bij mij heb. Dat is een vrouwelijke vuurdraak. En zij is ook goud van kleur. Dus ik denk dat zij wel heel erg lijkt op dus de kleur dat dit prachtige drakenbeeldje heeft. Ik heb echt wel iets met raken. Dat is echt wel mijn ding. Dus dat heeft ook wel sowieso met vorige levens aan te maken, waar die connectie van afkomstig is, volgens mij. Ik heb ook nog heel wat drakenskulls, zoals al ik eentje voor het laten zien aan jullie. Deze. Die heb ik ook al eens laten zien. Het is zo'n... Er zit zo'n krachtige energie bij. Je voelt gewoon dat er echt een bewustzijn in zit. Dat dit echt wel lijkt te leven. Dus ik heb echt wel iets met drakenskulls en zo. Ik heb er zelfs wel meerdere in huis. Met eenhoorns en zo voel ik ook natuurlijk een heel sterke band. Dus ik ben ook natuurlijk wel benieuwd wat jullie denken. Dat jullie in hun vorige levens... zijn geweest dat jullie een heel sterk connectie mee hebben, waarvan jullie denken: oh, dit is afkomstig vanuit een vorig leven. Ik heb in dit leven dit niet echt meegekregen, maar ik voel wel alsof het al veel langer in mij zit, waardoor het dan vanuit een vorig leven afkomstig is. Dus als jullie daar een voorbeeld van willen geven, maakt het natuurlijk altijd. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik ga speciaal voor jullie ook nog uit het prachtige eenhoorn-orakel een kaartje trekken voor de energie voor de rest van de maand augustus. Ik heb al een augustus-reading voor jullie gedaan in een vorige video. Ik heb van andere mensen die een reading hebben gedaan gehoord dat het een heel speciale maand gaat worden met ook weer heel veel intense energie. Heel sterk de vuurenergie zal heel sterk aanwezig zijn. Er zouden weer heel veel zuiveringsprocessen en transformatieprocessen plaatsvinden. Dus als jullie
daar iets van voelen, dan weten jullie waar het er afkomstig van is. Dus de energieën van augustus die heel intens zijn, die heel veel losmaken, die heel erg veel in beweging zetten, die heel erg veel zuiveren in jezelf. Dus laat het gewoon maar toe, stel je daarvoor maar lekker voor open en laat het gewoon doorkomen. Dus geen tegenstand, maar gewoon spontaan alles laten binnenkomen en vertrouwen op het proces. Ook wel heel erg belangrijk natuurlijk. Dus ik kan nog een kaartje voor jullie trekken voor wat de rest van de maand ons nog gaat brengen. Met het eenhoorn orakel. Dus, even zien. En ik trek de mooie kaart van moed. Die is gewoon een afbeelding. Dus je hebt hier een vrouw met een prachtige eenhoorn die samen bij elkaar staan, een mooie samenwerking met elkaar hebben. En dat staat bij moed. Je bent veilig, angst is een illusie, stel duidelijke grenzen. Dus dat is de boodschap. Dus dat we wel natuurlijk moedig mogen zijn, maar dat we ook mogen weten en beseffen dat we veilig zijn. Dat we door de lichtkrachten en zo heel erg worden gesteund, dat we daar altijd een beroep op mogen doen en dat ze altijd voor ons klaarstaan. We zijn nooit alleen. We zijn veel meer geliefd dan dat we denken. En er wordt ons altijd hulp, steun en begeleiding gegeven. Maar we moeten er wel voor openstaan. We moeten erop vertrouwen. We moeten erachter vragen. En dan komt alles wel goed. Dus dat wil ik vandaag nog even graag met jullie delen. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. En ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne tijd toe. En ja, tot de volgende keer. En heel erg veel liefs van mij.